Dit is het verkeersjournaal van woensdag 2 april. In Den Haag wordt al enige tijd gewerkt aan de herinrichting van de Groot Hertoginnenlaan. In januari is het deel tussen de Carnegielaan en de Woldijk-Piermontkade aangepakt. De rijbanen worden van elkaar gescheiden door een brede groenstrook en aan de rechterkant van elke rijbaan komen parkeerplekken. Daarnaast is voldoende ruimte voor een fietspad en een brede stoep. Sinds vorige week wordt er gewerkt op het stuk hier tussen de Suezkade en het Valkenbosplein. Per rijrichting wordt er één rijbaan afgesloten en de maximumsnelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur. Eind mei dan moeten de werkzaamheden op dat stuk afgerond zijn en zullen ze aan het volgende deel beginnen. Houdt u daarvoor onze website in de gaten. Morgen nacht wordt op de A13 gewerkt. In de richting van Den Haag wordt afrit 9 Delft opnieuw geasfalteerd. En de afrit is daardoor afgesloten voor het verkeer. En verkeer komende vanuit Rotterdam wordt via Af en toerit 8 Delft-Noord omgeleid. Let u op de omleidingsborden. Woensdagochtend dan moeten de werkzaamheden afgerond zijn en kunt u weer normaal gebruik maken van die A13. Sinds vorige maand is er op de Prinses Beatrixlaan richting Delft gestart met het verbreden van de weg. Het verbreden van de weg zal in fases gebeuren. Er zal eerst gewerkt worden in de richting van Delft. Tot aan het Haantje wordt de weg versmald tot één rijstrook. En ook is het fietspad in het Willeminapark. tussen het Hazenpad en het Jan-Rodeburgpad afgesloten. Fietsers worden daar omgeleid via de voetpaden. De werkzaamheden zullen tot eind van het jaar duren. Houdt u dus gedurende deze periode rekening met wat overlast? En dan is het weer tijd voor het spelletje. Raad de straat. Met vandaag alweer de tweede aanwijzing. Weet je om welke straat dit gaat? Ja, ga dan naar de site en mail het antwoord en maak kans op leuke prijzen. Dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.